Heren, vanwege de tijd moeten we beginnen. Hoe laat is het nou? Laat u rustig zitten, alsjeblieft. 45. Maarten, veel plezier. Dank u. Ik kom over een half uur weer terug. Dank u. Ik verwacht dat het niemands onderwerp is, dus als ik straks in mijn eentje zit te lullen hier, dan zijn jullie bij voorbaat excused. Nee, bij voorbaat bedankt. Oké, okay, als jullie maar stilletjes weglopen. Ik ga iets laten zien over Python 3.8 en SQLite gebruik onder RiskOS. RiskOS 5.28, om precies te zijn. Ik heb hier een Py 2 staan, die doet dat prima. En mijn RiskOS is ook niet de allernieuwste, dus ik denk dat op de meeste Pi's wel gaat lukken. Hoe het met de andere small board machines gaat en de oudere machines, weet ik niet. Ik denk dat wat moeilijker wordt. Het doel hier, wat ik ga doen is, we hebben net die hele mooie presentatie van Jan gehad met een hele prachtige interface. Nou, dat zul je bij mij niet zien. Het is allemaal back-end wat ik doe. Het is allemaal ontwikkeling. Wat ik probeer te laten zien is hoe je softwareontwikkeling doet onder RiskOS met Python 3.8 en SQLite 3. Python 3.8 is, vertel ik zo meteen iets meer over. Maar dus met name de ontwikkeling ervan en de backend ontwikkeling. Dus jullie krijgen zo meteen een heleboel statements en opdrachten en queries en programmacode te zien. Wat ik uitdrukkelijk dus niet ga laten zien is een hele gedetailleerde instructie. Ik heb een verzoek gekregen om het in een half uur te doen, dus ik ga er heel snel doorheen. Het is ook even om jullie van te laten proeven, het idee te geven wat je met in principe hele krachtige tools kunt ontwikkelen binnen RiskOS. Veelbelovend, maar dat je er direct mee aan de slag gaat, denk ik dat misschien nog even tegen zal vallen als je dat verwacht. Geen gelikte applicaties, dus alleen maar heel veel code. Iets heel korts over Python. Toch even een introductie, want ik kan wel allemaal code gaan zitten kloppen hier. Maar dan is het helemaal wartaal. Python is, zoals veel mensen denk ik wel weten, een hele krachtige scripttaal die objectgeoriënteerd is. Ik beschouw het zelf eigenlijk als de opvolger van BBC Basic. Want allebei de talen zijn interpreted. En het zijn allebei hele krachtige talen waar je heel veel mee kan doen. Maar Python is natuurlijk wel gewoon 40 jaar nieuwer. En ook wereldwijd gebruikt. Ik heb hem ook opgeschreven. Geen ontwikkeltaal is momenteel populair. Even met een slag om de arm. Ik zag een aantal jaar geleden een aantal grafieken. Python is ontwikkeld door Nederlanden in de jaren 90. Guido van Rossum van de Universiteit van Amsterdam. En sindsdien is die taal steeds populairder geworden en op dit moment is het geloof ik by far de meest gebruikte programmeertaal ter wereld onder ontwikkelaars. Het is ook talen als Java en JavaScript ver achter zich gelaten, maar kan inmiddels alweer achterhaald zijn. Ik zit met een verkeerde sheet. Ander aspect is dat cross-platform is. Ja, dat blijkt wel, het draait nu ook onder RiskOS. Al een tijdje trouwens hoor. Maar het draait ook op alle courante systemen, moderne besturingssystemen. Dan maakt het niet uit of het Intel's zijn of AMD's of dat het Linux is of Windows of Apple. Het is zoveel voor te verkrijgen. Python 3.8 is dus te krijgen voor RiskOS, want een tijd geleden is dat uitgekomen, Python 3. En daarvoor moesten we het doen met een oude versie van Python 2, die werkte niet helemaal lekker. Er waren veel problemen mee, maar Python 3.8 is niet alleen een hele nieuwe versie die op RiskOS draait, maar het is ook überhaupt wereldwijd een van de nieuwste, modernste versies van Python die je kunt krijgen. En het leuke nieuws is daarbij, het draait behoorlijk goed onder RiskOS. Het is nog niet helemaal waar het wezen moet. Er zijn nog wel veel wensen en zo, en veel dingen die nog niet helemaal goed gepoord zijn. Maar als je kijkt van hoe krachtig en uitgebreid die taal is, dan en je gaat echt diep in, dan zie je dat eigenlijk wel heel veel heel erg goed draait. Dus dat is iets over de taal Python. En wat ik ga doen met name is het laten zien hoe je een SQLite 3 database gebruikt vanuit Python met name en ook vanuit de console. SQLite 3, even kort, is een ook een cross-platform database engine. Waarmee je eigenlijk vergelijkbaar met dingen als
MS Access bijvoorbeeld een beetje. Waarmee je grote hoeveelheden data kunt opslaan, database structuren. Geen componenten, je hebt ook geen store procedures. En ook functies zelf schrijven wordt een hele lastige aangelegenheid. Dus wat dat betreft is SQLite 3 een beetje beperkt, maar dat valt ook een beetje binnen de scope. SQLite 3 is een database die niet typisch draait op een database server, waarbij je heel veel clients tegelijk allemaal die database uitvragen en manipuleren en bewerken. Groot systeem. SQLite 3 is echt bedoeld voor met name single clients, workstations. Dus je hebt bijvoorbeeld een bepaalde data-aggregatie, je laat data binnenkomen, je wil het opslaan op je computer, je wilt het later hele krachtige queries op los kunnen laten. Je wilt dat zeg maar gebruiken binnen programmatuur, maar dan wel op één systeem. En daar is SQLite heel erg geschikt voor. Het vergt hele geringe resources. De libraries zelf zijn echt, nou ja, het is een zuchtje aan omvang. Kost haast niks. Het is vaak ook gewoon alleen maar het installeren van een bestand en je hebt al een complete engine. Dat maakt het heel krachtig. En daarom is ook beheer heel simpel, want als je een backup van je database wil maken of een restore, dat is gewoon een kwestie van het bestandje verplaatsen en het is gebeurd. En dat zijn die dingen die je SQLite heel erg krachtig maken. SQLite 3 zie je ook vooral bijvoorbeeld bij heel veel toepassingen waarbij een machine bijvoorbeeld data staat te verzamelen, heel veel data, die moet dan gestructureerd worden opgeslagen en dat moeten dan eigenlijk oneindige hoeveelheden data zijn. En daar heb ik het vaak in hele leuke toepassingen gebruikt zien worden. Andere toepassingen is bijvoorbeeld als je, ik weet niet of het nou nog steeds zo is, maar Firefox, hè, de bekende browser die ook cross-platform is, die sloeg al zijn data op in een SQLite database. Onder water, dat zie je niet, merk je niks van. Maar al je dingen als je cache en je history en je wachtwoorden en je credentials, allemaal dat soort dingen, die worden allemaal in een SQLite database opgeslagen. En als je dus Firefox installeert, dan krijg je er gewoon even een SQLite database of engine installatie bij. Dus nogmaals, het is geen database server, maar het is een kleinschalige database. Maar, had ik bijna heel belangrijk, er zit zoals bij de meeste databases, met name de relationele databases, zit er een language op, Structured Query Language, afgekort SQL. Daarmee kun je queries maken, typische database queries. SQLite 3 heeft ook zo'n variant ervan. Die is niet helemaal wat je bij database servers hebt. He, zoals ik zei, je hebt geen store procedures en geen hele makkelijk definieerbare functies. Maar als je erin duikt, dan is die SQL van SQLite 3 eigenlijk best wel heel erg krachtig. En zometeen krijgen jullie daar ook nog een voorbeeld van te zien. Want ik had er eentje nodig. Dus dat is iets over SQL. Light 3, nou, componenten. Als je zelf aan de slag wil, nou, RiskQuest kun je gewoon downloaden vanaf de RiskQuest site. Python 3 kun je ook gewoon downloaden, installeren met Pacman. Is eigenlijk heel erg simpel. Je zoekt gewoon op Python 3 en je vindt hem aan en Pacman doet de rest. En als je ook kijkt op de officiële site van Python, dan staat ook sinds kort RiskQuest er gewoon weer bij, of nog bij. Ja, het een tijdje niet weer bij. Met Pacman kun je dus Python installeren onder RiskOS, mocht je dat willen. SQLite 3. Nou, SQLite 3, de Python library, die zit gewoon in Python zelf. Dus als je Python installeert, dan zit er gewoon standaard een SQL library bij. Daar heb je geen omkijken naar, die kun je gelijk gebruiken. Dus eigenlijk zit daar de hele library bij die je bij Python 3 hoort. De standaard library, dat is een hele uitgebreide library met heel veel functies. Nou, SQLite 3 dus ook. Wat wel handig is, vind ik zelf, dat als je die databases zelf ook nog, als je daar handmatige operaties op wil uitvoeren, om dat dan met een console te doen. Nou, die console die kun je wel downloaden. Ik heb daar de link onder gezet. Bij RiskQuest Open kun je open.org kun je gewoon een console downloaden. Die zet je op je machine. En dan kun je gewoon een SQLite database kun je openen. Je kan de tabel opvragen. Je kan de complete datamanipulatie doen. En dan krijg je een heleboel kracht onder je vingers. Een heleboel moderne kracht. Oké, nou, ik ga bijna over tot de toepassing. Ik heb zitten denken, ja, wat kan ik nou demonstreren op mijn RiskQuest computer?
Met vrij weinig voorbereidingstijd. Ik zat te denken, ik wil eigenlijk iets dat je kunt laten zien dat de RISC-OS computer zelf unieke data verzamelt. Ja, je kan wel iets van internet trekken, maar ja, dan, waar heb je dan een RISC-OS computer voor nodig? Dus je zou kunnen denken aan bijvoorbeeld dat je weergegevens verzamelt vanaf een weerstation in je tuin. Of dat je je hele videocollectie van duizenden video's en honderdduizenden foto's in RISC-OS opslaat, dat gestructureerd. En dat je daar vervolgens met die informatiekrachtige operaties wil uitvoeren. Het liefst dan ook met een beetje echt een aanzienlijke hoeveelheid data, met een samengestelde structuur. Dus niet één tabel, maar een aantal tabellen. Dan kun je een beetje joinen. En dan kun je leuke queries op uitvoeren. En dan graag ook een functie die een beetje aanspreekt en nuttig is. Nou, dat nuttig heb ik moeten laten vervallen. Ik heb heel lang zitten denken van, kan ik iets bedenken, iets uit de grond stampen, dat aan al die voorwaarden voldoet. En uiteindelijk heb ik gekozen voor een situatie, voor een voorbeeld waarvan ik denk van ja, ga dit vooral niet doen. En ik zal ook uitleggen waarom. Even kijken wat ik heb gedaan. De RISC-OS machine. Wat ik heb gedaan is een applicatie gemaakt waarmee je eigenlijk je schijven kan indexeren. Dus je hebt dan allemaal schijven. De harde, hier staan er geloof ik twee op waarvan er één leeg is. Of drie eigenlijk zelfs. Die kun je dan indexeren. Die bestanden en directories die kun je dan als index in een database douwen als je dat zou willen. En dan kun je daar vervolgens hele krachtige operaties op uitvoeren. Nou ja, waarom is dit niet nuttig? Nou, er zijn in Plink Store en Pacman zijn er talloze van die applicaties die dat al doen. En dan nog veel beter. En ook op een veel gebruikersvriendelijke manier. Dus met klem zeg ik dan ook van, als je iets gaat doen met bestanden indexeren, ga het dan vooral niet op deze manier doen. Dit is alleen maar ter demonstratie van hoe je SQLite 3 gebruikt met een Python programmeertaal. Dat is even wat ik wil benadrukken. Nou, ik heb daarvoor even een applicatie in elkaar geflanst. Dat is dit ding. Oh, ik kan hier ook kijken, dat is handig. Dat is hier, nou, dit is eigenlijk de applicatie die ik heb gemaakt op basis van de front-end module. Want het is wel een hele eenvoudige applicatie die eigenlijk gewoon output heeft. En een hele kleine interface, maar voor de rest gebeurt het allemaal zeg maar als back-end. En dat is in dit geval ook wel voldoende. En dus dan zie je de standaard front-end componenten zoals de description file, nou ja, boot, run, sprite, dat kent iedereen wel, messages. En templates natuurlijk, dus dat hoort daarbij. En voor de rest zie je een heleboel zeg maar omgekeerde Oekraïense vlaggen. En dat zijn dus Python features, Python scripts. En daar is deze applicatie dus mee opgebouwd. En dan staat er nog één hele vreemde iets in de buiten, dus dat is dit. En dat is de database zelf, een SQLite 3DB. Even kijken hoor. Ja, nou daar ga ik gelijk even mee beginnen. Die database, wat ik nou even ga doen, is ik ga dit ding even openmaken met de console. Ik hoop dat dit te lezen is. Wacht even. Denk ik deze aan. Ja, even kijken hoor. En dan ga ik even de SQLite 3. Dan pak ik even met de console, maak ik dat ding open. Dan heb ik altijd even dit om het wat leesbaarder te maken. Dat is gewoon. Nou, en dan vraag ik even zeg maar de database structuur op van wat ik erin heb staan. Dan zie je een heleboel tekst wat een beetje heel erg slecht leesbaar is. Maar hier zie je eigenlijk, ik heb hier een tabel gedefinieerd, een hele simpele tabel. Die heet dirs. En daar zitten wat velden in als een naam en een parents ID, dus een foreign key. Dat is allemaal de database begrippen. Ik heb hier nog een tabel. En dat is een tabel waar de files in staan. En daar zit dan ook weer een parent directory bij. Een verwijzing althans. Een naam, een size en een date timestamp. En dus de definitie van de database. En dan staat hier nog een worst van een formule tussen. En ik zei al net iets van functies. En deze functie, enigszins vooruit op wat ik zo meteen laat zien. Maar deze functie is in staat om van allemaal kleine stukjes, om dat hele full pass weer samen terug te krijgen. Wat je krijgt als je die hele map weer omhoog, of die directory structuur omhoog afwerkt. Die had ik dus nodig
om het volledige pad te kunnen demonstreren. Even kijken hoor, tabeldefinities. Ja, ik heb trouwens, ik heb hier wat printjes. Ik heb één printje. Dat is de applicatie, de source code van de applicatie. En het begint met de database, dus eigenlijk wat je hier ziet, staat hier vooraan. En daarna komen al die Python features. En ik stel voor dat het even rondgaat, dan kun je even kijken hoe die code eruit ziet. Met name die Python code kan leuk zijn om even naar te kijken. Zou het een leuk idee zijn om dit in de volgende Asterix mee te doen? Ja, dat kan, ja. Daar moet ik even over nadenken. Dus ik kan niet gelijk ter plekke een zinnig antwoord op geven. Er mag er één tussen zitten. Er mag er één tussen zitten. Oké, ik ga even... ik ga de console even verlaten. En ik ga deze even verkleinen, denk ik. Wat ik even ga doen is eerst even de applicatie draaien. Of shit, zo fucking dicht. En scroll. Hoeveel tijd heb ik nog? 5 minuten, dus dan moet ik wel even doorwerken. Even kijken. Database, ja. Ik ga eerst even, ik ga hier op de RAM-disk, ga ik die applicatie even neerzetten. Dan moet ik het wel doen. Dus ik ga even een kopie maken op de RAM-disk. En dat doe ik met opzet, want anders dan is die wel even bezig. En ik maak even een, ik sleep een hele map met documenten hier naartoe. Dat die is vrij fors. Even kijken hoor, ja. Oh, nou, dat maakt mij niet veel uit. Als er maar een hoop op staat. Ik dacht dat die map geld genoeg had. Abort. Goed. Nou, dan ga ik... ik ga die... ik ga eens even gewoon even de programmacode uitvoeren. En dan start ik hier dat ding op. En dan krijg je hier alleen maar een hele eenvoudige interface. Ik sleep die map erin, zo. Ik kan eigenlijk wat even de hele rand is. Dat is wel logischer. En dan zeg ik run. En dan begint de frontend, als het goed is, die... Oh, een disk in out error. Wacht even, dit gaat niet meer goed. De schijf is natuurlijk vol. Schijf is vol, ja. Nee, ja, ik denk dat... ja, dat zou... Wacht even. Nou, zal ik wat weghalen? Dat is misschien wel een goed idee. Dat schijf is mij voor het niet installeren. Even kijken, waarom doet hij nou niks? Nou ja, als hij maar wat heeft weggehaald, ik weet niet hoeveel vrij die heeft nou. Dat is inderdaad wel vrij weinig, hè? Tenminste relatief dan. Access is unlocked. Niet veel te doen, delete. Ja, hij is weg, dat is mooi. Heb ik zo niet mijn harddisk, nee, goed. Oké, nou ga ik wel niet bekopen dat het hem was. Even kijken hoor. Dat moet ik herstarten. Ik geloof dat hij... Oh, wacht even. Ja, hij heeft het natuurlijk nou half ingelezen. Nou, dat maakt niet uit. Dan ga ik hem even leegmaken. Dat doe ik even met de hand. Dan zeg ik even dir media index. Zit ik wel op de goede schijf? Oh, ik zit al in de hand. Oké, nou, maakt niet uit. Dus ik geef nu even opdrachten om dat leeg te maken met de hand. En dan zeg ik gewoon delete from files. Hé, hij is wel erg vervelend. Kijk eens even toch naar de vrije ruimte. Van deze? Nou. Nee. Nog wat verstand gehaald? Zoek even een grote stap op. Nou ja. Ik denk dat dit al sneller gaat. Kijk of dit. Nou, zal ik hier even mee doen? Ik ga deze even afsluiten. Je hebt kans dat ik moet herstarten. Dat heb ik wel eens gehad. Dat zul je altijd zien. Het is gelijk 3db. Kijk wat hij er goed uit. Ja, nou lijkt hij het goed te doen. Delete from files. Hij moet inderdaad wel een bestand aanmaken. Ik haal even alle tabellen leeg. Delete from this. Dan heb ik in principe een lege database. Ga ik even uit. En dan deze kan even klein. Ja. Ik doe even dit. Waar is het ding? Deze. RAM-disk. Deze ga ik weer uitvoeren. Dan ga ik... deze, oh. Hier. Nou, die document is wel goed. Even opnieuw runnen. Hopelijk laat hij me naar. Hij begint echt wel te indexeren. Dus hij, wat hij nou doet, is gewoon die map die ik er net in heb gesleept, die indexeert hij en die stopt hij dus in die database helemaal genormaliseerd. Als het goed is, is hij daar ook vrij snel mee klaar. Zou ik denken, geloof dat hij al klaar is. Ik zie hem in ieder geval niks meer doen, dus die klap ik me even dicht.
Nou, dan gaan we even kijken hoe dat er onder water uitziet. Dus dan ga ik weer Escalade 3DB openmaken. Even motor headers. Motor columns, sorry. Headers on. Even kijken of het dat. Ja, hij doet het nog. Nou, dan zeg ik bijvoorbeeld select star from files. Dus laat me alle files zien in de database. En dan zie je wat hij eigenlijk net heeft binnengehaald. Zie je allemaal database bestanden. Wat je hier ziet is de ID van de database. Dit is de parent directory. Die heeft weer een eigen object. Dit is de naam van het bestand. Dit is de omvang. En dit is de date timestamp. Als je nou, hetzelfde kan ik doen met de directories. Star from this. Nou, hè, dat zijn niet zoveel directories. En dat correspondeert dus met elkaar. Die foreign keys met name. Even kijken. Het is nog 10 minuten. Dus dan zal ik het even snel door moet. Nou. Ja? Die gaat rond als het goed is. Nou, ik denk dat ik daar niet aan toe kom. Kijk, dat is SDFS. Misschien hoor dat ik zo in de laatste 30 seconden of zo nog even tijd heb. Even kijken hoor. Ik heb dus ik heb nu die nou, wat kan beter is de verdieping. Ik zit al gelijk in. Service, ja, hier moet ik zijn. Ik heb even wat select opdrachten gegeven, wat je nou ook kunt doen. Ik heb net laten zien dat ik een hele ingewikkelde formule had gemaakt. En die heeft tot resultaat dat hij deze objecten die je hier ziet, dat hij die objecten, dat hij daar het full path weer van kan terugrekenen, recursief. En dat doe je dan op dezelfde manier. Full path. Even kijken, dezelfde manier als dat je een directory oproept. Nou, het zijn er niet zoveel. Maar hier zie je dat hij dezelfde naam dan samenstelt door gewoon die andere namen erboven terug te rekenen. En dan kan ik bijvoorbeeld ook zeggen van nou, laat me alle files zien. Files, noem ik even F. Join this full path. Day on day.id is f.dirid. Even kijken, ik hoop. Ik denk dat je een 11 rekening hebt. Join this. Ja, ik heb gelijk. Path day on day.id is f.dirid. Je bent nog sneller dan mijn interpreter. Nou ja, die output ziet er een beetje raar uit. Dat komt omdat die regels zo lang zijn. Maar hier zie je dus eigenlijk weer die files voorbij komen, maar dan zie je ook dat hij de full path erachter heeft gezet, zeg maar. En dat haal je dus gewoon allemaal met de console uit de database zelf. Even kijken hoor. Ik kan bijvoorbeeld nou ook andere aggregaties gaan uitvoeren. Bijvoorbeeld zeggen van, wat is de totaal... Wat is de totale omvang van de files die ik nou heb geïndexeerd. En dan krijg je een of ander gek groot getal. Of ik kan bijvoorbeeld zeggen, select sum size from... doe ik het weer. Files, even spatie ertussen. Files, where stamp between. Deze heb ik opgeschreven, maar die heb ik nog nooit geprobeerd. Hoop ik dat hij het een beetje doet. And 2020.01. Dus alle bestanden, de bepaalde som van de grootte van de bestanden tussen 2021 en 2022. Dus over het hele jaar 2021 eigenlijk. Kijk hoor, nou, en dan krijg je een of ander getal. Dus dan heb je een selectie opgelegd, zeg maar. Even kijken, een ander voorbeeld wat ik heb is dat je eens opvraagt. Tel het aantal directories where name, like. En dan vraag ik me af of iemand weet wat hier dan bedoeld wordt. Alle applicaties. Juist. Aantal applicaties. Tel alle directories die beginnen met een uitroepteken, oftewel alle Pling-applicaties, dat zijn er 7 in deze map. Omgekeerd kan ik ook bijvoorbeeld zeggen, tel alle files, ook even ter illustratie, waarvan het einde is, eindigt op PDF. En dan heb ik, nou ja, ik laat ze nou even allemaal zien. Dit zijn dus alle PDF-bestanden die eindigen op /PDF op mijn, op de schijf die ik zojuist geïndexeerd heb. Dus dat is even iets concreets over hoe je in die console zelf met die database werkt. Maar omdat je alles via Python doet, kun je ook met Python die data-operaties uitvoeren. Dus je kun je gebruik maken van die SQLite database in Python. En daar wil ik ook nog even iets van laten zien. En dan heb ik nog 6 minuten en dan is het ook wel tijd. Dus even kijken hoor, dan ga ik even terug.
Ik heb hier op de achtergrond de versie op de harde schijf ook even laten lopen. Dat is niet deze. Ja, dat is hem wel, maar die hoef ik niet. Kijk, oh wacht, die is al bijna, dus die zit mij niet in de weg. Dat is ook niet deze. Staat dat ding? Of is dat wel deze? Nee. Het moet toch, dat zou nog zonde zijn, want dat kost deze even met bezig. Kijk, dit is het zeker niet. Nee, hier is dat niet. Discord. Is deze, dit is de map zelf. Oh, wacht, ik heb hier. Ja, kijk, dit is hem. Ik had hem straks al. Want ik heb even bij de voorbereiding heb die hele harde schijf van mij al geïndexeerd. En nog iets erbij. Dus daar zit al heel veel in. Die heb ik nou even met Python gewoon direct ingeladen. Die code kun je de code laten zien. Nou, ik kan er even heel kort een blik op werpen. Een van de belangrijkste modules, die mag even weg. Een van de belangrijkste modules hier is de business layer. Daar werk ik ook direct mee. Nou, in immediate mode, want dat is leuker met Python. Je kan gewoon interactief werken. Want het is uiteindelijk een geïnterpreteerde taal. Even kijken hoor, Python. Nou ja, hier zie je een hoop Python-code en hier zie je dan even, dit is eigenlijk de core-functie. Hier zie je dat hij via de data access layer dan al die objecten in de database duwt. En begint hier gewoon de hele directory uit te lezen. En dan zie je hier dat de directories, die worden dan toegevoegd aan de database en de files worden toegevoegd aan de database. En dat allemaal recursief. En er zitten allemaal objecten onder gedefinieerd om dat wat vriendelijker en netter. En dat die code allemaal een beetje uit elkaar te houden. Ik neem aan dat die code wel ergens rond is gegaan. Ja, nou die is daar, zie ik. Ja, heel goed. Oké, dus ik heb nou eigenlijk, zeg maar, mijn hele harddisk geïnstalleerd of geïndexeerd. En die heb ik hier vervolgens weer ingelezen. En daar kan ik dan ook allerlei dingen mee doen. Want ik heb ze eigenlijk nou hier als een object in, hoe werd het weer? Root. Dit is de ding wat ik heb gelezen. Even kijken hoor. Ik doe eerst even dit. Dan zeg ik, maak een lijst van. En dan geef ik een filter op. Dat is een flauw filter, triviaal filter. Dan ik zeg een lijst met een filter waar niks weggefilterd wordt, dus alles. Kijk of ik geen fout heb. Ik geloof dat het er goed uitziet. Lijst. Dan haalt hij alles op in Python. En dan zeg ik, nou, die lijst, hoe groot is die? Nou, dat is bij elkaar op dit moment van die harddisk is dat 21.000, bijna 22.000 objecten. Dat zijn directories en files bij elkaar. En dan kan ik bijvoorbeeld hele leuke dingen gaan doen. Dan kan ik bijvoorbeeld zeggen van nou, ik wil bijvoorbeeld binnen die 22.000 objecten, wil ik bijvoorbeeld zeggen, doe mij alle bestanden, want ik ben op zoek naar een bestand, dat heet readme, ergens in die... in die index, doe mij een lijst van alle objecten waar het woordje readme in zit. Ja, ik ga richting een einde. Ja. Okay, so. Hoe laat is het nog? Ik zie nog wel heel 2 minuten. Oké, dus dan ga ik die lijst uitdunnen en dan zet ik dus een filter op en dan hou ik van die 22k hou ik nog 121 bestanden over. Maar als ik dan nog verder wil uitdunnen, dan zeg ik bijvoorbeeld lijst, een filter. Dan zeg ik, ik wil eigenlijk alles wegselecteren wat geen file is. Kijk hoor, dat is een hele typische Python constructie, maar hier zeg ik eigenlijk, elk object dat geen file is, die mag er ook uit. Ik wil alleen de files overhouden. Kijk, volgens mij, maak een foutje, is instance, heb ik fout getypt. Lijst is lijst.filter, lambda. Lambda O. Open is instance. Nou ja. O, file. Ja, hey. Ach wacht, ik doe het ook fout. Nee, ik heb een syntaxfout. Lambda O. Is instance is gewoon. Ja, nou komt zelfs de grote basis binnen. Oh ja, nee, ik werk naar een eind toe. Nou, en dan heb ik gezegd alleen de.
Alleen de files, en dan had ik hier 121 eerst en dan zijn er nog twee afgegaan, 109, vind ik nog veel te veel. Dus dan zeg ik van, nou, weet je wat, kun je dan binnen een bepaald tijdframe zoeken? Dan moet ik even dit doen, from datetime, import datetime. Want dat heb je bij Python, moet altijd 2020, even 2020, 1,1. Een einde is de datetime 2022. Dus alles tussen 2020 en 2022. En dan zeg ik lijst, words, lijst, punt, filter, lambda, o. En dan zeg ik start is klein of gelijk aan o.stamp. Is kleiner gelijk aan einde. Even kijken, volgens mij is dit heel aardig. Ja, ja, dat pakt hij ook. En dan zie ik dat ik nog 7 items open heb. Nou, dan wil ik die wel eens zien. Dan zeg ik voor E in lijst, hè, typische Python constructie. E.summary, want daar is een method voor om dat even netjes weer te geven. Kijk, en dan zie je dus die 7 items, die heb je hier gelist. Dat zijn in dit geval allemaal files. Hè, waarbij die dus eigenlijk allemaal aan de criteria voldoen. Dus ik heb eigenlijk interactief ben ik die lijst steeds verder gaan uitdunnen. Nou, dan denk ik dat ik dat dan ook maar even hierbij moet laten. Ja. Dus even een korte impressie over het gebruik van SQLite via Python in RiskOS. Dankjewel.